In samenwerking met GEA brengt CRV de nieuwe CRV-GEA-koppeling op de markt. Melkveehouders zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om informatie gemakkelijk en overzichtelijk beschikbaar te krijgen. De CRV-GEA-koppeling sluit nauw aan bij wensen uit de praktijk. We laten u zien wat de koppeling voor u kan betekenen. Er zijn twee opties mogelijk bij de CRV-GEA-koppeling. Complete Dairy Plan en Complete Vee Manager. Of Dairy Plan wordt leidend om uw managementinformatie in te voeren en in te zien, of Vee Manager wordt leidend. U kiest welk systeem voor u leidend wordt. Complete Vee Manager kan niet door GEA MI1 robot veehouders gebruikt worden. In deze animatie wordt de versie Complete Vee Manager toegelicht. Kijk voor de toelichting van Complete Dairy Plan de daartoe behorende animatie. Welke data worden er uitgewisseld met Complete Vee Manager? De infographic laat zien welke informatie waarheen wordt verzonden. We lopen iedere activiteit met u langs. In deze versie is Vee Manager leidend en wordt informatie automatisch vanaf Vee Manager naar Dairy Plan gestuurd. Er gaat ook automatisch bepaalde informatie vanuit Dairy Plan naar Vee Manager. Inseminaties en geregistreerde drachtcontroles via de inseminator of NPR dracht komen automatisch in Dairy Plan. Ook embryotransplantaties zijn terug te zien in Dairy Plan. Inseminaties die u zelf uitvoert en ingeeft in Vee Manager worden automatisch geregistreerd bij het dier in Dairy Plan. INR-registraties die u invoert in Vee Manager worden gemeld bij Rijksdienst voor Ondernemen Nederland en automatisch doorgegeven naar Dairy Plan. Deze wijzigingen zijn vervolgens terug te vinden op de stallijst in Dairy Plan. De tochtdatum wordt geregistreerd in Vee Manager bij het dier en is daarna terug te vinden in Dairy Plan. CRV-GEA-koppeling Complete Vee Manager levert u tijdsbesparing, beter inzicht en minder kans op fouten op. De volledige data worden uitgewisseld van Vee Manager naar Dairy Plan. En vanuit Dairy Plan komen automatisch de volgende gegevens door. Wanneer u melkmeters heeft, worden de dagelijkse melkgiften doorgestuurd naar CRV, zodat bij monstername de melkgiften per koe automatisch worden geregistreerd. De droogzetdatum dient door u geregistreerd te worden in Dairy Plan vanwege melkseparatie en wordt vervolgens doorgestuurd naar Vee Manager voor een nauwkeurige berekening van het aantal lactatiedagen. Responders met activiteitmeting geven de tochtmeldingen automatisch door naar Dairy Plan. Deze meldingen komen ook automatisch terecht op het KI-opgavescherm in Vee Manager. Voor Overalert pakketdeelnemers is dit ook terug te vinden in de Overalert attentieschermen en in de Vee Manager app. De CRV-GEA-koppeling levert u dagelijks tijdbesparing op. Neem voor meer informatie over de CRV-GEA-koppeling contact op met CRV Klantenservice via telefoonnummer 088 00 24 440.